En omdat Zolder nagenoeg een thuisrace is voor ons, hebben we behoorlijk uitgepakt met de hospitality. En natuurlijk goed om een beetje mijn familie te zien, vrienden en natuurlijk niet te vergeten de relaties, sponsors dus. Ja, ik moet vanaf de 11e plaats starten. Ik sta in ieder geval wel aan de binnenkant. De eerste bocht, normaal gesproken veel ellende. Maar ik verwacht er wel punten te pakken. Laten we maar... P8 moet er wel in zitten hoor. Freddy Barth die ging voor ons spinnen die en kwam heel raar weer de baan op en toen moest ik hem eventjes ontwijken, ging door het zand heen, te veel zand op de banden en toen spinde ik zelf en uiteindelijk geraakt door Hengsler. Race 2, nog een optie? Ik weet niet, de monteurs gaan, gaan het in ieder geval wel proberen denk ik, maar dat moet je even aan de monteurs vragen, het ziet er slecht uit. Roberto, can you fix the car for race 2? No, we have seen the damage, impossible. Zeker niet de verwachting hier in Zolder. Nee, helemaal niet. Dus, ja, dat is wel balen. Heel erg balen.